In 1944 hebben de Duitsers steeds meer arbeidskrachten nodig om militaire verdedigingswerken aan te leggen. Ze geven Brabantse burgemeesters de opdracht om mannen te leveren. Een aantal burgemeesters weigert dat. Op 6 juli 1944 moeten 7 burgemeesters bij de hoogste Duitser in Vught op het matje komen, met voor de meeste fatale gevolgen. Onder hen burgemeester Fried Manders uit Leende. De burgemeesters in oorlogstijd moesten, voor zover dat mogelijk was, proberen evenwicht te vinden in de eisen van de Duitsers en het welzijn van de bevolking. Waarbij de meeste burgemeesters kozen voor het welzijn van de bevolking. Een heel lastig pakket. In het begin van de oorlog waren de Duitsers tamelijk mild. Maar gaandeweg de oorlog vorderde, zag je dat de Duitse maatregelen en de Duitse repressie begon toe te nemen. De Duitsers willen dwangarbeiders om aan hun militaire installaties te werken. En eisen van de burgemeesters dat zij mensen uit hun dorp aanwijzen die verplicht een aantal weken moeten graven spitten aan die militaire installaties. Fried Manders en zijn collega's weigeren om mensen uit hun dorp aan te wijzen om te werken aan die militaire installaties. En Fried Manders met name is er nogal op tegen, of daar moordelijk is op tegen, omdat hij zelf soldaat is. En hij weigert medewerking te geven om een installatie te bouwen die gebruikt wordt tegen zijn collega's soldaten, de geallieerden. Op 6 juli 1944 besluit hij dan toch om met 6 andere collega's naar Vught te gaan, naar de hoogste Duitse autoriteit daar, om te praten over die verplichte tewerkstelling van de mensen uit zijn dorp. Daarmee begint voor hem een desastreus verhaal. De Duitsers eisen medewerking en maken duidelijk dat als je niet meewerkt, dan maak je schuldig aan sabotage. Op sabotage staat doodstraf. Ze weten dus dat ze een enorm groot risico lopen. Fried Manders en 6 anderen weigeren dat categorisch. En ze worden gearresteerd. Vastgezet in kamp Vught. En uiteindelijk naar kamp Sachsenhausen. Vlakbij Berlijn getransporteerd. Kamp Sachsenhausen is een kamp van waaruit de burgemeesters worden uitgezonden naar verschillende werkkampen. De omstandigheden zijn dermate slecht dat de een na de ander bezwijkt. Op het einde van de oorlog ontruimen de Duitsers de concentratiekampen zoveel als mogelijk om geen bewijs achter te laten voor de wandaden die ze hebben gepleegd. De gevangenen, onder andere Fried Manders, veel gevangenen worden overgebracht naar Bergen-Belsen met de bedoeling om daar te worden omgebracht. Maar als door een wonder weet Fried Manders dit te overleven en kan op transport worden gesteld naar Lübeck, een plaats aan de Oostzee. En daar wordt hij in een boot ingescheept. En dan weet hij dus nog niet wat met hem gaat gebeuren. Hij zit dan in een boot met 3, 4, 5, 6.000 medegevangenen. De boot is overvol en dan wordt Fried Manders van de ene boot naar de andere verscheept. En dan wordt de boot waar hij op zat, wordt getroffen door een bom. Die zinkt. Op 300 na zijn die 4, 5, 6.000 mensen die overlijden, die verdrinken. Hij weet op zijn boot de kant te bereiken. En op het moment dat hij de kade beklimt, komen de Engelse soldaten eraan en is hij vrij man. En dan 2 weken later kan hij terug naar Nederland en wandelt hij zijn dorp weer binnen. Hij kwam aan. Werd niet herkend door zijn kinderen. De man was afgevallen van pak een beetje 70 kilo wat hij woog. Naar nog geen 30 kilo. Dus hij was fel overbeen. Hij is de enige van de 7 die de oorlog heeft overleefd. En dat is een ongelooflijk wonder. Fried Manders wilde verder gaan met leven. En dat tekent de man. Hij was geestelijk enorm sterk. Dus hij heeft ook nooit omgezien in een wrok. Hij wilde weer doorgaan. En hij is ook burgemeester gebleven in Leende.